heb ik al nagenoeg mijn inkoopprijs eruit. Nou, we zijn hier te gast bij Arkies in Tilburg. En we gaan hier vanavond een avond hebben over zijdebloemen. We zien natuurlijk dat zijde de afgelopen jaren een enorme opmars heeft doorgemaakt. En we gaan bloemisten vanavond inspireren met zijdeproducten. Dat gaan we doen onder leiding van een demo van Miranda ter Voorde. En daarnaast zal er ook een social media workshop zijn, waarin we ook leren hoe we leuke, goede reels kunnen maken voor Instagram. Dat is niet altijd helemaal leidend of helemaal geldend, want je hebt soms takken die hartstikke duur zijn. Leuk om zulke enthousiaste vragen te krijgen en ik denk dat zijdebloemen alleen nog maar groter gaat worden qua verkoop. En dat we met elkaar door de juiste technieken meer beleving kunnen geven in dit stukje van de markt. Een jaar of 10 geleden was dit niet mogelijk. Heel veel bloemisten vinden nog steeds zijdebloemen not done. Het is natuurlijk, verkopen ze het liefste echt, snap ik. Gaat ook mijn hart sneller van kloppen. Maar aan de andere kant, we zijn ook ondernemer. En ik vind dat je niet je ogen moet sluiten voor wat je als winkel wil neerzetten, wil verkopen. En waar je je marge mee kan maken. En bij ons is dat zijde. Wat was er zo leuk? En het was heel interessant hoe alles werd verteld. Over ook de calculatie en zo. Het blijft zijde, dus dat zie je wel. Maar ik denk wel dat het een aanwinst kan zijn, ja. Nou ja, goed, je houdt natuurlijk altijd als je het hoge segment aanhoudt. Dus qua kwaliteit, silica-materialen. Blijft het goed en mooi. En weet je, dat, wat Miranda al zei, dat fantastic plastic, dat stuur je wij vandaan. En wij gebruiken veel als het mooiere materiaal. Wat ik ook met name hierin koop. En dat hangt ook wel af van je. Normaal het verhaal wel maken, maar nog geen reels, dus ik ben benieuwd of het lukt. Het is wel belangrijk dat je natuurlijk je verkoop zo goed mogelijk wegzet en dat met name ook de jongere consument dat hij jou kan vinden. En die doet dat vaak via een online weg en daarom is het belangrijk dat je gewoon niet alleen met een website, webshop, maar ook met je socials goed actief bent. Nou, gewoon hoe je op social media toch verder kan gaan en de mensen kan imponeren. Ja, ze zijn erg enthousiast en ik zie ze allemaal leuke filmpjes maken. Dus ik verwacht straks hele mooie resultaten en ik ben erg benieuwd. En dan is het gewoon een kwestie van zo, nou, het is net boter. Ja, heel goed verhaal, ja. En Miranda legt het heel goed uit, dus echt, perfect. Ik vind zijdebloemen met de tijd meegaan.